Blauwe Loper is een brug tussen Blauwe Stad en Winschoten van 600 meter. En hij is bedoeld om de fietsafstand tussen beide kernen te verkleinen. Wij willen als provincie Groningen vooraan staan in de energietransitie, CO2-uitstoot verminderen, onze gebouwen energie-neutraal maken. En vanuit het bestuur van de provincie, gedeputeerde staten, die hebben mij op een missie gestuurd van we willen graag de duurzaamste brug van Nederland bouwen. Ja, de vraag was letterlijk, Reinder, kun je dat bouwen? We hebben uiteindelijk voor hout gekozen, omdat een houten brug gedurende zijn levensduur CO2 opneemt in plaats van uitstoot. Ja, ik vind hout een prachtig materiaal. Ik zie voor je een meer met wuivend riet en daarop een mooi vergrijsde houten brug. Dat was uiteindelijk ook onze reden om hout toe te passen. De nieuwe houten eeuw betekent voor mij dat wij nog meer houten bruggen gaan bouwen en daarbij een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot.